We hebben XCOM 2 al even voorbij zien komen tijdens de E3 van dit jaar, eigenlijk nog maar een paar weken geleden. En daar lag de nadruk vooral op het vechten in de game. Maar hier, tijdens Gamescom, kwam XCOM 2 opnieuw voorbij en toen lag de aandacht vooral op het Command Center. Preparations are already underway in cities across the globe. Today marking the 20-year anniversary of Unification Day. The very beginnings of the Advent Coalition. Celebration. Thousands flock to the site of the Great Accord. It's hard to forget the impassioned message of last year's commencement address. Dat je een command center hebt is eigenlijk niet eens zo vanzelfsprekend. En dat komt een beetje voort uit het verhaal. Uit de vorige XCOM, daarin was je de leider van XCOM en moest je dus een alien invasie zien te voorkomen. Nou, die opzet is volledig mislukt. Hoe je XCOM Enemy Unknown ook gespeeld hebt, je bent verslagen, de aarde is volledig veroverd door de aliens. En eigenlijk ben je dus nu een beetje de leider van het verzet, van het restje XCOM dat er nog is, als ondergrondse beweging. Gelukkig heb je wel een command center, alleen is het nu niet meer op aarde gevestigd. Het zweeft boven de aarde in een gejat alien transportship. Signal gatecrasher. Take it down. Alright, gatecrasher. Advent's little circus is dead ahead. Keep a low profile and deliver the package. Remember, the crowd has them distracted. Take advantage. We engage on our terms. In dat command center komt ook voor het eerste thema van deze game goed naar voren. De makers willen deze game wat onvoorspelbaarder maken dan je van XCOM Enemy Unknown gewend bent. En dat blijkt nog het meeste uit de eerste nieuwe kamer die je aan je command center kunt toevoegen, de Proving Grounds. Die Proving Grounds, dat is een soort toevoeging aan de Science Lab en de Armory. In die twee ruimtes weet je eigenlijk precies wat je gaat krijgen en bij de Proving Grounds is dat iets anders. Wat je kunt maken staat al vast, maar ook of het ook lukt om te maken en of het item dat je wilt maken ook eruit komt rollen als je onderzoek doet, dat is maar zeer de vraag. Maar je kunt er wel hele coole dingen maken. Stel dat je in de armory hebt voor elkaar gekregen dat je plated armor kunt maken. Een soort standaard dik metalen harnas. Nou, dat is niet zo heel erg spannend, maar in de proving grounds kun je daar met wat mazzel, als het je lukt, een exosuit van maken. Waarmee je je units opeens veel sterker kunt maken in een soort enorme mech uitrusting. You've got the green light. Make it count. Going loud. Target down. Gotcha. That one's mine. Nothing. Uiteraard zijn ook de missies die je op de aarde uitvoert op eenzelfde manier onvoorspelbaar. De maps die je nu speelt zijn procedureel gegenereerd en dus niet meer zo vaststaand als in de vorige game. Niet alleen de omgeving is random gegenereerd, ook de plaatsing van de aliens en looproutes die staan ook niet meer zo vast. Dus waar het in de vorige game eigenlijk steeds je kwam dezelfde aliens op dezelfde plek tegen, is dat nu absoluut niet meer het geval. Het geldt zelfs ook voor de missies. Het hoofddoel van de missie staat meestal wel vast, niet altijd, maar vooral de side missies zullen elke keer net iets anders zijn. Nou, toch nog even terug naar je command center. Daar heb je ook nog de mogelijkheid om de soldaten die je tot je beschikking hebt te respecken, van andere eigenschappen te voorzien. En dat is om de onvoorspelbaarheid er maar weer even bij te halen. Er is een tof element aan dat je later in de game kunt ontsluiten. Je kunt ze andere eigenschappen geven die bij een class horen, maar daar kan ook één random eigenschap aan toegevoegd worden van een hele andere class, zodat je opeens een spannend soort hybride classes krijgt. Nou, er is nog één ding wat eigenlijk tijdens de E3 al naar voren kwam en wat we hier wat uitgebreider gezien hebben, wat weer gaat over onvoorspelbaarheid, en dat is dat er tijdens het vechten op de grond veel meer kapot kan. Dat geldt voor het kleine, de muurtjes en de kistjes waar je soldaten dekking achter kunnen zoeken. Voor je het weet zijn die kapotgeschoten en is je dekking weg. Maar dat geldt ook op een veel grotere schaal. De aliens kunnen hele gebouwen kapotschieten. Wat lastig kan zijn als je daar bijvoorbeeld een soldaat op hebt geposteerd. Als het de aliens lukt om dat gebouw kapot te schieten, dan pleurt je soldaat naar beneden. En hij zal daar niet direct aan overlijden, maar hij zal er uiteraard wel flinke schade van oplopen.
Het lijkt misschien alsof er weinig veranderd is aan de gameplay van XCOM 2, maar dat is schijn, want er is eigenlijk best veel veranderd. Het zijn allemaal kleine dingetjes, maar die maken de game wel veel spannender, doordat de makers ervoor zorgen dat het veel minder voorspelbaar is. Nou, voor de rest is het natuurlijk altijd heel erg cool om vanuit een andere setting, namelijk vanuit het verzet, tegen de aliens te knokken. Commander.